Ik sprak meneer Van der San, bestuurskundige, kort hoor, niet te lang, hierover. Hij geeft meneer Parmisser gelijk met betrekking tot afverdeling in het Centraal Hoofdstembureau. De partij met de meeste zetels in het parlement, die krijgt dus meer spelers en zo gaat. Dus inderdaad kan het niet zo zijn, zegt hij, dat NDP met 16 maar 1 heeft. En verder zegt meneer Van der San, hij brengt duidelijkheid in dat wat ik ook, waarvan ik ook uitging, dat de datum bekendgemaakt wordt tijdens de jaarrede. Goed om dat van hem te horen. Ik laat u meneer Van der San horen. Heer Limburg, met betrekking tot de verdeling van de plaatsen in de organen, is er inderdaad een verdeling gemaakt. Er is ergens formeel een verdeling, hoor. Dus ik denk dat de heer Parmisser wel gelijk heeft dat met 16 zetels je onmogelijk 1 plaats kan hebben. Er is formeel een verdeling gemaakt en afhankelijk van de verhouding met de zetels krijg je een plaats toegekend. En als er bewijs is geleverd dat partijen met minder zetels wel meer plaatsen hebben, dan is dat kan dat niet. Dat kan dat niet. En dan dus de heer Parmisser heeft gelijk. En dan moet het worden gecorrigeerd. Het moet gecorrigeerd worden, want het is geen vrijblijvende zaak van de president om de mensen te benoemen in aantal hoeveel hij wil. Er is een verdeling op basis van de zetels in de assemblée. Zo precies, zo is het ook een verdeling in de staatsraad op basis van zetels in de assemblée. Deze regering gooit de boel in de war. Dus als ik het wat goed betreft de organisatie van de administratie. Dus als ik het goed heb begrepen, dan moet binnen het Centraal Hoofdstembureau die verdeling als volgt zijn, dat de VAP meer ziet als de meeste heeft en vervolgens de NDP. Ja, dat is wel zo. En vervolgens NDP en zo gaat het en verder. En de rest. Okay. Afhankelijk van de verhouding van zetels. Zo is het geregeld. Vraag me niet waar, maar het is geregeld. Ja, maar waarom maakte u net de opmerking, de regering gooit de boel in de war? U bent niet tevreden met de gang naar de verkiezingen? Nou, niet alleen met de verkiezingen, toch met alles wat er gebeurt binnen het openbaar bestuur. Dat is het probleem. Kijk, ik moet wel zeggen, wanneer men praat, de president moet. Wanneer men praat over de president moet. De president moet niks komen verklaren met betrekking tot de verkiezing in de Nationale Assemblée. Los van die vraag van de heer Parmisser over de verdeling, dat is een ander ding. Dat is een beleidsding dat de president verplicht is te gaan antwoord daarop te geven. Maar met betrekking tot de verkiezing, ik hoorde de minister ook van Binnenlandse Zaken, die oppervlakkigheid moeten we nu beginnen af te leren. Ik hoorde de minister van Binnenlandse Zaken dat ook zeggen, dat de president tijdens de jaarrede zal bekendmaken wanneer de verkiezing gehouden zal worden. Is niet waar. Die oppervlakkigheid moeten we nu afleren. En u zei, als de heer Parmisser dat heeft gezegd, dat ook heeft gezegd, dat is de vergissing. Het is niet waar. De president hoeft niks tijdens de jaarrede met betrekking tot de verkiezing bekend te maken. Hij is vrij daarin. Dus als hij iets zegt, is het vrijblijvend. Maar hij is niet verplicht. Laat dat duidelijk zijn. Ik zeg niet dat hij geen dingen mag zeggen. Hij mag zeggen wat hij wil. Maar u weet, hij zegt een heleboel dingen die hij niet nakomt. Maar dus als hij dat ook in de verkiezing, in de assemblée over verkiezingen gaat zeggen, dan kunnen we al pas op vraagteken zetten. Oké, daar heb ik me dus altijd ook vergist. Want ik ging er ook vanuit dat de president dat tijdens de jaarrede bekend moet maken. Maar dat is dus niet het geval. Waar en dus, wanneer moet hij dat wel bekendmaken? Ja, maar ik leg het accent op moeten, hè? Ja, ja. Dus imperatief. Het moeten, hij moet niks. Dus ik zeg niet dat hij niet mag, maar hij moet niet. Wat hij moet, is wel geregeld in artikel 85 van de kiesregeling. En recentelijk bij de wijziging hebben ze dat veranderd naar 60 dagen. Wat hij moet 60 dagen voor de datum van de verkiezing, dus 25 mei, bij staatsbesluit tellen. Dag der kandidaatstelling. Bij staatsbesluit moet hij dat doen. En in dat staatsbesluit is ook geregeld in artikel 86 dat hij bij de vaststelling van de dag der kandidaatstelling
bepaalt de president tevens de dag waarop de stemming zal plaats hebben. Punt. Artikel 86 kiesregeling. Dat moet de minister van Binnenlandse Zaken uit zijn hoofd weten. En hij zit op de televisie een rommel te verklaren. En we maken geen opmerking over. En zo blijven we in dat trant van allerlei rommel mensen komen ons vertellen. Mensen die daartoe bevoegd zijn. Maar dat niet alleen, en wij accepteren dat maar. Maar dat niet alleen de minister van Binnenlandse Zaken. Het parlement moet dat toch ook weten. Dus dan had meneer Parmeester dat ook moeten weten, toch? Ja, het parlement moet dat ook weten, maar de minister is belast met de uitvoering. En erger nog, de minister heeft een verkiezingskalender gemaakt. Daarin ziet, kan hij toch zien dat hij niets heeft opgenomen over jaarreden van de president. Dus daarover heb ik het. Hij heeft een verkiezingskalender gemaakt. En daar kan je geen fouten maken, want daar moet je met de wettelijke bepaling werken. En daar gaat hij zien dat artikel 85 en 86 bepalen wanneer kandidaatstelling plaatsvindt en de dag van de stemming. Ja, dus, dat is geregeld in de kiesregeling. Dus wij kunnen die berekening zelf maken? Uiteraard. En dat moet zijn ongeveer 25 maart 2025. Dat is de uiterste datum waar de president bij staatsbesluit dit moet bekendmaken. Dus alles daarvoor mag hij praten over. Hij mag zijn mening geven. Hij mag iets zeggen om de mensen lekker te houden dat er verkiezingen gaan komen. Maar als hij dit niet doet, dan komt die verkiezing niet. En dat kan hij dus niet maken? Nou, uiteraard niet. Ik verwacht dat niet. Maar het gaat erom om het systeem. Ja. Die oppervlakkigheid, we moeten dat afleren nu. Ja, maar hij moet wanneer een autoriteit iets zegt, dan moeten wij van af kunnen gaan dat het waar is. Wat ik merk, wanneer een autoriteit nu iets zegt, ben je nog niet zeker als het waar is wat die man zegt. Daar gaat het om. Ja, en een president moet zich dus wel houden precies aan die 60 dagen. Ja, hij heeft geen keus. Het is de wet, toch? Het is de wet schrijft het voor. Dus hij heeft geen keus. Hij kan daarvoor alles vertellen wat hij wil. Maar dat is vrijblijvend. Onthoud, dat is vrijblijvend. Heeft geen rechtsgevolgen. Is vrijblijvend. Maar wat moet er dan na 25 maart gebeuren? Nou, dan pas begint die formele molen van de verkiezing te draaien. Laat me het zo zeggen. De formele, want informeel begint het vanaf gisteren of eergisteren, weet ik veel. Iedereen is bezig met verkiezing. Maar de formele molen begint pas wanneer de president bij staatsbesluit heeft bepaald wanneer de kandidaatstelling plaatsvindt. En dan de dag van de stemming ook vaststelt in het staatsbesluit. Dan begint formeel de molen te draaien. Ja. Dan moet alles in place zijn bij de politieke partijen als ze kandidaten gaan inschrijven en dergelijke. U zegt dus geen oppervlakkigheid. En dat de mensen precies weten, want als er twijfels zijn over het feit, als de mensen de zaak nou onder de knie hebben of niet, er mag geen twijfel zijn, want het is een te belangrijk moment ook voor het land, de elections. Dus daar gaat het om. Wanneer een autoriteit, vooral een verkiezingsautoriteit, iets zegt, dan moet men dat vooraf even checken als het klopt, voordat men zijn mond openmaakt om iets te komen uitleggen. En 1, 2, 3 is de directeur van Binnenlandse Zaken, Elstak, en de minister van Binnenlandse Zaken komen dingen uitleggen. En die dingen kloppen niet. Daar zit het gevaar in. Dat moeten we voorkomen. Het is niet om die man een natrap te geven. Maar ze moeten oppassen met dat ding. En jaar in, jaar in maken we dit mee, toch? Dus daarom ben ik bereid een reactie te geven op uw vraag. Het is niet goed. Men moet nu goed kijken wat de volgende stap is voordat men dingen komt uitleggen. Ja, dat was meneer Van der Sand. Ik kan best wel begrijpen waarom hij zich eraan stoort. Want hij zegt, het is zo'n belangrijk proces. Je moet het volledig beheersen. In een commissie. Te belangrijk, want het gaat om het kiezen van het bestuur van het land. Toch, wie komt in die regering en de volksvertegenwoordigende organen? De zuiverheid moet wel centraal staan. En de mensen die het gaan uitvoeren, die moeten dus wel goed gericht en helemaal bekend zijn met wat ze doen.